Een bestuurder belandde zondagavond omstreeks 21.30 uur in de gracht en nam op zijn tocht ook nog een verlichtingspaal mee. En dat op de Halsesteenweg in Meerbeke. Een Audi die uit de richting van Nijhem kwam, moest ter hoogte van het voetbalplein van Osta-Meerbeke plots uitwijken voor een overlopende kat. Een andere aankomende wagen die uit de richting van Nienhove kwam, moest de Audi ontwijken en belandde hierdoor tegen een betonnen duiker en belandde vervolgens in de gracht, waar ook nog een verlichtingspaal is afgereden. Hierdoor kwam ook een deel van de Halsesteenweg zonder verlichting te zitten. Bij het ongeval zijn twee personen met hun verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer en politie van Nienhove kwamen eveneens ter plaatse. Nienhove Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhove en de Dennenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhove en de Dennenstreek via info@nienhovemedia.tv of 0495 69 32 72.